Het is 8 uur, we zijn op school aanbeland. De poort die is momenteel nog dicht, die gaat daar binnen een kwartiertje open. En het voelt een beetje aan alsof dat het de eerste schooldag is hier vandaag. Het wordt een 1 september met een mondmasker, we zullen ook een face shield dragen. Het zal een beetje afwachten worden hoe het allemaal zal verlopen. Ik ben toch wat nerveus, maar ik kijk er ook heel erg naar uit om de kinderen terug te zien na toch wel een lange periode. Maar sowieso als ze toekomen op school merk je wel dat het voor de kinderen vreemd is. Hè. Onze directeur staat aan de poort, maar die heeft ook zo'n face shield aan, zo'n masker. Ze zien allemaal leerkrachten met mondmaskers en zo. Dus, allez, je merkt wel dat de kinderen toch ook wel nerveus toekomen. Ik heb hier een kleurplaat meegebracht waar alle schoolafspraken op staan. Wij dachten eigenlijk dat het niet zo eenvoudig ging zijn om alle kindjes de opgelegde regeltjes echt te laten volgen en te doen. Ja, in de realiteit weet je van, ja, sommige dingen gaan niet gaan zoals dat je verwacht. Maar eigenlijk ging dat allemaal redelijk vanzelf. Dus we zijn hier bezig in de afbewerking. Die machinekjes, die gaan hier van hand naar hand. Wat wel een verschil is, hè, is dat we die nu naar hier gebruiken. Hè, zo gaan we ontsmetten. Dikke een zottekop. Met de mondmaskers gaan de leerlingen niet direct op een lacherige manier om. Ze beseffen wel de noodzaak van de maskers en als ze erover klagen is het meer met praktijk en ik kan dat zelf ook bevestigen dat dat niet zo aangenaam werken is. Een leerling die zei, ik ben blij dat je toch niet de hele dag het mondmasker moet aandoen, want dan zie ik nog een keer jullie glimlach. Blij dat jullie terug in de klas zitten? Ja. Ja, kan dat geloven. Dus het eerste moment besteed je natuurlijk wel wat aandacht aan het socio-emotionele van hoe is het voor jullie verlopen? Hoe hebben jullie die periode ervaren? En dan moet je eigenlijk gewoon luisteren naar al hun verhalen. En ja, want dan is heel veel te vertellen en te doen. Omdat vorige keer was ik met je vriendjes. Omdat mama dan gesproken zat maken. En dat moest ik geen tijd boven blijven. Maar eigenlijk had ik wel het gevoel dat de kinderen daar heel vrij konden over vertellen. En dat veel kinderen dat ook niet echt heel negatief hebben ervaren. Ik heb zo een keer gepost hier en daar van wat vinden van onze situatie. Zeg, ja meneer, ontsmetten, dat is het antwoord dat je krijgt. We vieren hier nog een groot feest van alle jarigen. Je voelde echt van die kindjes, die vonden het gewoon al geweldig om de klas binnen te komen en te zien dat iedereen daar opnieuw was. En dat gaf enorm veel voldoening ook. Speeltijd ten tijde van corona, samen met de leerlingen in een hoekje van school. En is plezant jongens. Ja. Als het een gewoon schooljaar zou zijn, hoorde ze soms een keer zuchten van we moeten elke dag komen. Maar als ik deze middag ook tijdens het eten, zeggen ze wel effectief dat ze blij zijn dat ze terug kunnen komen en die halve dagen kunnen doen. Deze klas heb ik een enorm goede klik. Tijdens de speeltijd hebben we de kinderen opgedeeld in 2 vakken. Dus het tweede leraar speelt langs deze kant. En het eerste leraar speelt langs de andere kant. En hier tussen hebben we een corridor gemaakt waar wij als leerkrachten kunnen observeren en kijken hoe braaf onze kinderen aan het spelen zijn. En je merkt wel, de eerste dag kijken de kinderen een beetje raar. Ook van de afgebakende speelterreinen. Alleen hebben ze soms wel wat moeite van, moet ik nu plots binnen die lijnen blijven? Vroeger konden we overal open. We hebben een handwas gemaakt op school. Zo, per 1,5 meter. Staat er een emmer klaar. Dan heb je zo die kleine puntjes dat je merkt van ja, die handwas dat we gecreëerd hadden, ja, dat loopt toch nog niet helemaal zo vlot zoals dat moet lopen, dus dat hebben we dan een beetje aangepast. We mag binnen op een geel kruisje wachten en dan gaan we eerst elke beurt onze handjes goed wassen. Ja, maar we gaan ze nog een keer wassen. Na een dag of 2 dagen, alleen merk je wel dat de kinderen daar wel mee weg zijn en vinden ze het eigenlijk ook wel leuk. Het is iets nieuws en je merkt wel dat ze het toch op een speelse manier ermee omgaan. Maar natuurlijk, jullie zijn naar de klas gekomen om ook weer een beetje te werken. Ja, natuurlijk is het ook een beetje zoeken van ja, het niveau van de kinderen. En je voelt dat onmiddellijk of dat kind veel heeft geoefend thuis of niet. Maar ja, je probeert het beste van te maken. Hè. Dat was terug tof om met de leerlingen die praktijkoefeningen te hervatten. Want ik geef toch wel een vak dat vrij moeilijk te geven is via afstandsonderwijs of pre-teaching. Wat zijn jullie aan het maken? Aan het maken. We gaan een keer kijken. Dat zij hun eindwerken nog kunnen afwerken, dat geeft ook een goed gevoel. Want ja, ze hebben daar toch een gans jaar mee bezig geweest en gewerkt. En alle, je ziet dat ze daar aan bezig zijn, dat ze wel fier zijn voor wat ze gaan afwerken. Wij gaan je even op groot laten staan, hé, want we gaan er toch eerst de boekjes en zo uitdelen. Dus we hebben 1 leerling die omwille van medische redenen thuis is. En dat is de eerste keer dat we dat nu proberen, dus via de computer volgt hij de lessen. Maar ik deel ook hetgeen wat op het bord verschijnt. Dat verloopt goed, maar ja, dat is allemaal techniek. En techniek laat het soms ook wel wat afweten. De les van vandaag zit er ver op. Goedemiddag, nu.
Gelle wel, ja. Nu moeten we de vloeren ontsmetten. Ja, hier en daar gaat een keer in de fout als je de afspraken en de regels op de letter wil volgen. Gaat een keer in. Allee, ik heb er mijn eigen ook al op betrapt. Ik betrap er aan hun ook soms op. Je kunt ze er wel een keer op wijzen, maar soms gaat het echt niet anders. Als de ouders de kinderen komen ophalen, dat was allemaal mooi georganiseerd. Maar ja, dat waren er kinderen die nog een fiets mee hadden of een step mee hadden. Dus ja, hebben we nu gezegd van oké, iedereen neemt al zijn spullen bij zich en dan gaat het allemaal veel vlotter. Wat is het verdict van deze voormiddag, mevrouw Joke? Een goede voorbereiding is het halve werk. We zijn heel goed gestart, alles verliep op u. En ja, vanmiddag stond onze directie klaar met een glaasje kava, omdat ze toch zo blij was dat de hele opzet geslaagd was. Ah ja, dan voel je direct weer die teamsfeer, dat groepsgevoel. En ja, dat was wel echt tof om te ervaren. Ja. Naar de komende weken toe hoop ik inderdaad ja, dat er zoveel mogelijk klassen nog mogen opstarten. Maar toch nog een vraagteken. En ja, toch nog een beetje zo die ongerustheid ook bij collega's dan als je dat hoort van ja, hoe gaan ze dat doen? Ik heb liever nu even doorbijten zo nog om dan volgend jaar terug een deftige start te kunnen doen. En op een toch meer normale manier. Voilà, het is 4:30. Ik ben net terug thuis. Van een leuke dag. Het was een vrij intensieve, maar zeker geslaagde dag. Het was ook een heel leuk weerzien met de kinderen. En hopelijk kunnen we dit zo volhouden voor de komende weken. Nu gaan we aan het weekend beginnen en eigenlijk zie ik dat ook wel volledig zitten.